U hebt uveïtis, een oogontsteking. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe komt uveïtis? Waar kunt u last van krijgen? En wat is er aan te doen? Uveitis is een ontsteking binnenin het oog. Het kan komen doordat er een bacterie of een andere ziekteverwekker in het oog terecht is gekomen. Het afweersysteem van het lichaam probeert de indringer dan te bestrijden. Dat kan bijvoorbeeld een pijnlijk rood oog opleveren of u gaat slechter zien. Andere symptomen zijn wazig zien, zwarte vlekken of blinde vlekken in het zicht. Maar in veel gevallen is er geen sprake van een bacterie of andere ziekteverwekker. Dan gaat het om een niet-infectieuze ontsteking. Hoe dat kan begrijpen artsen nog niet helemaal, maar ze denken dat het komt omdat het eigen afweersysteem zich vergist. Normaal gesproken vallen verschillende onderdelen van het afweersysteem, witte bloedlichaampjes bijvoorbeeld, de indringers aan. Maar soms gaat er een vals alarm af en denkt het afweersysteem per ongeluk dat het eigen weefsel een indringer is die bestreden moet worden met een ontsteking tot gevolg. Er zijn verschillende vormen van uveïtes, afhankelijk van waar het oog precies ontstoken is. Bij Uveitis anterior is dat voor in het oog, bij intermediaire uveitis midden in het oog en bij Uveitis posterior achter in het oog. Bij panuveitis is het hele oog ontstoken. Als uveitis onbehandeld blijft, kan het ernstige gevolgen hebben. Het kan leiden tot slecht zicht en in sommige gevallen zelfs blindheid. Een van de vervelende mogelijke gevolgen is macula-uideem, een vochtopeenhoping achter in het oog. Daardoor wordt juist het midden van het blikveld wazig waar je het meest mee kijkt. Er zijn verschillende behandelingen voor de verschillende vormen van uveïtes. Zo zijn er ontstekingsremmende oogdruppels, maar ook medicijnen als pritnison, die het afweersysteem in zijn geheel afremmen, waardoor ook andere infecties eerder optreden. Uveitis kan in de loop van de jaren minder ernstig worden of zelfs geheel verdwijnen, maar garanties daarop zijn er niet. Als patiënt kun je helaas weinig meer doen dan de voorgeschreven behandeling volgen. Zo zijn er geen aanwijzingen dat het eten of juist niet eten van bepaalde voedingsmiddelen Uveitis kan beïnvloeden. Zelfs extra gezond leven en extra rust houden hebben geen aantoonbare invloed op Uveïtis. Wetenschappers van verschillende universitaire medische centra en in andere ziekenhuizen en onderzoeksinstituten proberen meer te achterhalen over de oorzaken en mogelijke nieuwe behandelmethoden, liefst zoveel mogelijk op maat gemaakt voor de patiënt, zodat uvitis in de toekomst beter bestreden kan worden. Wilt u meer weten over uvitis, de behandelmethode of het wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u terecht op deze websites.